Meneer Krol, build back better, wat is dat? Dat is een term die internationale leiders de laatste tijd steeds vaker gebruiken. Onze minister-president gebruikt de term ook internationaal, maar hier in de Kamer. Ik heb hem er nu twee keer naar gevraagd, geeft hij een ontwijkend antwoord. Ik wil weten wat hij daarmee bedoelt en daarom ga ik daarover een debat aanvragen. But also to build back better, fostering green and inclusive recovery. Meneer Krol, ik heb zojuist minister Blok even gesproken, maar die weet nergens van, nog van de toespraak, nog van build back better. Des te meer reden dan om het debat maar heel snel te gaan houden. Dan weet hij ook hoe het zit. Nou, het zegt mij niet zoveel. Ja, de afgelopen jaar is er ineens een codewoord, een frase bij allerlei politieke leiders in de hele wereld opgedoken. Ineens gebruiken zij allemaal de term build back better. Dan heb ik het over Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk, Trudeau in Canada, maar ook Biden in Amerika. Dus allemaal linksige mensen, left-leaning politici, Macron. En die gebruiken allemaal die term build back better. En dat is een uitvloeisel van wat Klaus Schwab van het World Economic Forum de Great Reset noemt. Dat is ook waar ze ineens het over hebben. Er is een grote reset nodig van de wereld, van de wijze waarop wij ons organiseren met z'n allen. En waar het dus heel sterk op lijkt, dat is dat wereldleiders, politici, nu al plannen aan het maken zijn, verregaande plannen, om na corona, of nu al tijdens corona, een hele grote transformatie van onze economie, samenleving en politiek te realiseren. En daar moeten we dan aan denken. Veel meer internationalisme of supranationalisme, dus Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook de EU enzovoorts. Veel grotere macht over ons leven. Veel meer migratie en immigratie, veel meer inclusie, daar hebben ze het ook allemaal over. Dat wil dus zeggen multiculturalisme, immigratie, Marrakesh-pacten, dat soort zaken. En een totale dominantie van onze economie door de duurzaamheidsverhalen. Dat zijn de Sustainable Development Goals, zo noemen ze dat, van de Verenigde Naties. Die zijn geformuleerd in een document. In 2030, dus over 10 jaar, moet de hele wereld er zo uitzien. Dat hebben ze allemaal geformuleerd met termen als you will own nothing and you will be happy. Dus privébezit, het kapitalisme, het klassieke kapitalisme, daar willen ze wat vanaf. Vlees eten, daar moeten we wat vanaf. We moeten vegetariër worden, duurzaamheid, circulaire economie, inclusie, supranationalisme. Noem het allemaal op. Al het progressieve globalisme, dat is eigenlijk wat onder die term Build Back Better en The Great Reset wordt gevat, wordt begrepen. En als Mark Rutte dat zegt, dan is dat dus een hele duidelijke hint, wat wij hier in de Tweede Kamer al langer hebben gezien, dat Mark Rutte niet meer die leider is van de VVD, klassiek liberale partij, zoals veel kiezers nog steeds denken. Maar er is een transformatie geweest. De VVD en het CDA met het nu doorpakken, dat is eigenlijk een letterlijke vertaling, de slogan van Wopke Hoekstra van Build Back Better, hè, nu doorpakken. Dat zijn eigenlijk partijen die nu al zinspelen op die globalistische, progressieve politiek van de toekomst. En dat is dus zeer zorgelijk, zeker met verkiezingen in aantocht. Dus daar moeten we het over hebben. En nu moet ik naar de zaal, want ik moet mijn pleidooi houden voor een debat over Marrakesh. En ik moet Henk Krol ondersteunen van zijn aanvraag van een debat over Build Back Better. Nou, meneer Krol, u had niet uw dag, maar u krijgt een brief. Ja, en daar ben ik natuurlijk minder blij mee dan met een debat. Het zou een stuk beter zijn, maar dan weten de mensen ook wat er bedoeld wordt met Build Back Better. Maar een brief is in ieder geval een eerste stap en ik heb er nadrukkelijk bij gevraagd dat die brief snel moet komen. Nou ja, het is zomaar een slogan, zeggen ze in de Kamer. Dat horen we dan heel graag in die brief. Het is een beetje merkwaardig dat dat nu ineens door alle wereldleiders gebruikt wordt. En dat onze minister-president dat internationaal ook gebruikt, maar hier in het eigen parlement daar nauwelijks een toelichting op durft te geven. Dus ik zou zeggen, snel een brief en daarna kijken we of meer mensen in de Kamer mijn debatverzoek toch gaan steunen.